In gesprek met het jeugdjournaal beantwoordt André Hazes Jr. simpele vragen van nieuwsgierige kinderen. Op de vraag hoe hij op het idee is gekomen om zanger te worden, komt hij met een opmerkelijk antwoord. Toen ik jong was, had ik de droom om een dolfijn te worden. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat dit echt niet kon. Toen wilde ik heel graag gaan acteren. Ik denk dat ik gewoon heel graag aandacht wilde. Komt er een achter. Ook is hij eerlijk over zijn verleden, waarin hij verslaafd was aan alcohol. Ik vertelde aan mijn zoontje dat papa naar de dokter moest, om geen bier meer te drinken. Sommige mensen, waaronder ik, zijn gewoon heel gevoelig voor verslavingen. Hierna vertelt hij hoe het nu gaat om toch nog puntjes te scoren bij het publiek. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als nu. Laten we hopen voor zijn zoontje dat hij zich blijft gedragen en niet terugvalt in zijn verslavingen. Al ligt die kans wel op de loer met iemand als André. Meneer zal binnenkort wel weer moeten afkicken bij de dokter. De interviewer vraagt met bijzonder veel interesse wat André vindt van de juiste channels. André geeft een onverwacht antwoord. Ik vind het op zich wel iets hebben wat juiste kanalen teweeg hebben gebracht, maar het zullen nooit mijn vrienden zijn. Ook vertelt hij over zijn ervaringen met de juiste channels. Ik zit er nu een paar jaar middenin en ben al vaak aangepakt. Op een gegeven moment leer je er wel meeleven. Als meneertje zich iets beter zou gedragen, had hij hier niet zoveel last van gehad. Steeds van partner wisselen geeft deze kanalen namelijk alleen maar meer redenen om over hem te schrijven.